Zo, we zijn nu, morgen vertrekken we, dus we zijn net geladen. Dit is mijn tas. Een waterdichte tas, dus daar doe ik net even mijn laatste spullen in. Dus... Extra lage kleding meegenomen nu? Nou, we willen deze tassen mogen in de bunk hebben. En daarom willen we ze zwaar hebben. Nou, hier hebben we dus allerlei driehoekstassen. Dit is de Spare Safety waterpompen, zit hierin. En zwemvesten. Nou, hier. Dit is de galley waar we zout water hebben, of zout water en hier zoet water. En hier wordt het eten ingemaakt. Dus hier doen we het droogvoer in, water erop, laten we even staan. En dan hebben we hier in de keuken, dus de hondenbakken, waar we uit eten. Met de vorken, onze eigen drinkflessen. En ze hebben een mooie cuphouder voor ons gemaakt. En alles kan dus gestekt worden, dit is de daybag. Dus elke dag wordt deze gevuld met droogvoer, maar ook met powerbar, chocola. Er zitten ook toiletries in en dat soort dingen. En elke keer als we overstag gaan, gaat die hele bak naar de andere kant. Dus die past hier mooi in. Zie je? Dus je hele collectie verhuis je eigenlijk steeds? Ja, alles. Dus we zijn nu meer aan deze kant gestekt. Hier heb je de kleding hangen, waar iedereen een haakje heeft. Dus... Nou, en dit is mijn bed, hier. Dus je ziet al dat het redelijk moeilijk klimmen is om, om erin te komen. Ik zal het eens laten zien. En dan gaan we nu nog stil. Slaapt dit nou? Ja, dit is mijn plek. Lekker. Ik heb nog een beetje sea view daar en een beetje frisse lucht. Dan heb je hier nog een fannetje. Hier. Kan je aanzetten. Een beetje frisse lucht. En hoeveel lagen slaapzak gebruik je? Ja, het ligt helemaal aan waar je bent. In het koude kan je 3 lagen doen en in het warme doe je bijna niks. Lig je gewoon zo. Dan heb ik nog zo'n zijde ding. Een beetje de tocht van je spieren af te halen, anders word je helemaal stijf. En dus jouw plek altijd? Ja, ja, deze kant of de andere kant. Louis ligt hieronder. En vooral als we geen matrassen gebruiken. Want het is gaas, dus dat is lekker cool als je geen matras gebruikt. En je scheet laat, nou, dan gaat hij vervaagt hij langzaam. Toiletje. Welke we eigenlijk minder en minder gebruiken. Meer en meer en gewoon van achteraf. Van de spiegel. Dat is toch het makkelijkst. Je kan in ieder geval hier gaat niet stinken en vies gaan en de pomp verstopt raakte en dat soort dingen. Dus als het een beetje weer is, dan hangen we gewoon van de spiegel. En een noodroer? Noodroer, ja. Dat is een identiek roer. Dus daar kunnen we er gewoon in hangen. Of in de nood. En schoolkinderen uit Rotterdam. Ja. Die gaan mee rond de wereld. Komen er schoolkinderen bij? Of, Nee, er zijn er, ja, af en toe eens. En dit hiervoor blijft leeg? Nou, met licht weer slapen we hier. Dus hier ligt er dan één, hier en hier. Over het algemeen 4-5 men. Kunnen we hier met licht weer slapen. Dan willen we zoveel mogelijk het gewicht naar voren hebben. En op het moment dat we kiel gebruiken, kunnen we gewoon in ons bed slapen, zeg maar. Het bootje ligt er weer klaar voor. Ja, we zijn weer klaar. Mooi schoon. Allemaal op elkaar. Mooi fris. En morgen weer bleren. Ja, knallen. 3 weken lang. Ik ga nu nog even mijn tas inpakken. Ja,